representing from Norway with number one, Iben Andreas Horden. And his partner with number two, Geir Aitu. Over naar de Nederlandse mannen. Gisteren wisten zij al een heerlijke speler te winnen. Nummer 1, Alexander Brouwer. En zijn alle blokkerende maatje Robert Wilson. Ja, onze Robert Mensen zit natuurlijk wel heel hoog, maar zo hoog. Prachtig afloop, controle, terugkrijgen en scoren. Heerlijke redding weer, een vierse vriend, 4 tegen 1. Versneld daar, Horen scoort zijn punt 2 tegen 4.
scherp, helemaal in de tang daar. En wat heeft hij dan toch grote handen en een groot lomp. Robert Nielsen mag zelf serveren. De aanval, en dat is een welbekend fenomeen bij volleybal. In dat soort drukduellen moet je als laatste proberen te duwen. Of valt die meisje zo groot bent, maar de voorsprong is daar 27-4 voor Nederland. Dat weer, prachtig gespeeld. Daar waren er altijd ruzies. Pak jij hem of pak ik hem? Wint achter 29-6. Over de blokkering de diepte gezocht. Alexander Brouwer gezocht voor de korte bal. De verre niet, 7-11, eerste set. Yeah.
En het is geblokkeerd die ene keer daar Robert Meeuwsen. Sorry, Alexander Brouwer. Beide trouwens geboren in november. Zij blokkeerden aan de overzijde. Alleen wel 10 jaar verschil. Zij heeft nog even gegaan. Ja, de opgooi daar voor de servers van Horm waaide bijna de vingers af. Vandaar dat hij niet helemaal lekker raakte. Dat zijn de omstandigheden waar je mee te maken hebt bij beachvolleybal. 18 tegen 13, Brouwer Meeuwsen. Daar, nadat hij weg zit, vlak boven het zand. Heerlijk weggelegd. Alexander Brouwer en de mag zelf serveren. Come by the patrol, now let's go get it down. The sound.
hele tijd. Dat is het. Zo is het in ieder geval een time-out nemen al op de juiste positie geweest. De speelster gaat zitten. Tegen de wind in weer vat kunnen krijgen op de tegenstander. De bal en natuurlijk de natuurlijke omstandigheden. 9-2-5. Ja, daar kun je niet zoveel anders dan doen dan echt absoluut de handjes op elkaar voor deze geweldige acties van de Noorden. 10-5, set 2.
Ja, dat is harde en moeilijke surf. Zijn we toe aan 21 punten in totaal, dat betekent de tijd. Voor de technical. Time out. Ja, hij is buiten de lijnen, wat ongelooflijk mooi verdedigd daar. Hij zit er weer bij, maar wij blijven gewoon in de buurt. 4 puntjes is slechts het verschil. 11-52. Thank you.
Hockey op het lijf. We zijn weer dichterbij 13-15. Kunnen ze aankloppen en misschien wel eroverheen. Alexander Brouw. Voor nog een de naaste rompen erover. Lekker punt, 17-16. Dan is hij ook nog een keer 18 tegen 16. Ai, linkerarm net iets opengetrokken. Zakt een beetje van de net af. Ja, dan kan de... Hij doet er net langs, maar we staan voor. Laat de blok aan de overzijde. Stabiel daar neergezet van Aitou. Stand in evenwicht. 21 punten einde van een set. Iovi. Maar geen twee keer. Snel dalen de surf tegen de wind in. Het is wel een set point.
Maar ik zeg gewoon een balletje terughalen. En we hebben alle kansen nog goed deze op tweede set. Ja, die zochten we dan wel. Het nummer 1 voor Nederland, Alexander Brouwer, gaat serveren. Bij de stand van 20. Voorbij. Zet je iets te scherp op de direct wat mee te kunnen. Maar iTunes is het niet om de gelijk storen. 2 meter groot, pakt hij daar op de bal en nu wel uit de lucht. Dat is de tweede setpoint voor Noorwegen. Op het bord stond het even mis. Ja, geweldig hoor, uit de schouder. Hele moeilijke bal, toch gepakt. En dat betekent dat de Nederlanders weer in evenwicht zijn. Het is 21 voor beide. Wij daar er maar net niet genoeg controle en de bal buiten de lijnen bij de Noren. 1-0 voor hem.
koren Vitenge 3. Ja, de eerste keer zat een grote bok van onze Meeuwse ervoor en de tweede keer 8-1 van de Transavia.com, oftewel het net. En dat is altijd lekker 5-3. Time-out genomen ter overweging. Ik kom weer bij u terug. Daar de mannen net niet het geluk om hem af te maken. Ja, nou hoorde ik inderdaad net weer dat er kinderen van de basisschool De Vierboom aanwezig zijn. Ja, die moeten natuurlijk geen broodjes eten, maar herrie maken. En dat doe ik dan wel voor de Oranje Mannen, die afgestaan met de 6 tegen 8.
bal genereren de mannen en op zoek naar de gelijkmaker. Ja, wel op de blokkering, maar dan in dit geval op het hoofd van onze blokkering. Daarmee wel een punt aan de kant van de door. 10 tegen 8. Ze spelen deze derde en laatste set regulier tot en met de 15 punten. Indien noodzakelijk. Altijd natuurlijk een verschil van 2. Juvenaal, hard rechtdoor, ze liggen er allemaal in hoor. 9 tegen 10. Nobody touched the ball to the referee, 11 tegen 10. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Time out. Laatste worstel naar groen. Op de beste en de lekkerste manier om je gelijk te krijgen, zelf scoren, 12 voor beide. Damn. Bal was buiten de lijnen, maar net foutje. Is van kant. Damn. Ja, als wij het niet nodig hebben, maar hij wel, legt hij er genoeg product in. Matchpoint voor de Noren. Bal onder controle krijgen is niet zoete dingen voor de Nederlandse mannen. Oh,
Ja, die ligt er dan wel in. Twee keer geluk inderdaad is iets te veel. Aron om de volgende bal te scoren, te blijven leven en kansen te creëren in deze derde set. Bal is op de antenne, vanuit de paas en dat betekent inderdaad dat Nederland gelijk staat. Hoopte natuurlijk dat de blokkering nog de bal zou hebben geraakt, maar de paas komt eigenlijk al op de antenne. Daar probeert voor hem nog wel wat aan te doen. De misverstand kwam even bij de melding, maar hij geeft het toe. Zo is het gelijk. Voor de Nederlandse mannen. En als je terugkomt uit 14-12, ik zou zeggen, maak het maar af. Prachtig hard over de schouder heen. En daarmee gelijk een stapwissel van kant. Lorenzo was hier op. Bounce, ja, en zo hebben ze dat beide al een paar keer gehad, zeg maar, de matchpoints. Maar hij staat nu weer aan de kant van Noorwegen. Iets anders dan de side-out halen, controle genereren. En zelf het hem in handen nemen. Ja, dan komt hij, het duurt te lang, al een keer gewaarschuwd. De aanvoerder voor tijdspel te lang wachten met serveren. Vandaar de gele kaart. Time delay. Hij had iets anders in gedachten, maar het maakt dan niet uit. Als hij maar in ligt aan de overzijde, zeg je het voor mij. Kant.
De verliezer van deze wedstrijd, Jai Raikoen en Ivan Horeb.